Armoede is natuurlijk per land ook weer verschillend. Maar als je niet mee kan doen en uitgesloten wordt van basisvoorzieningen, dan heb je het wel over armoede en dan kom je in een sociaal isolement. Of je voelt schaamte of je krijgt stress. En daarom heeft deze welzijnsorganisatie een experiment bedacht waarbij mensen een week lang rond moeten komen van een minimuminkomen. En dan is de bedoeling dat je een week lang bijhoudt wat je uitgeeft. En er zit een maximumbedrag aan. Je moet er 3 gezonde maaltijden per dag van maken. Je moet jezelf ervan vervoeren. Je moet een vrije tijdsactiviteit doen. Voor de deelnemers van deze rondkomweek is het houden aan een kleiner budget toch best even wennen. We zijn met z'n vieren thuis, 2 volwassenen, 2 kinderen. Dus zeg maar een €30 per dag. Ik heb begrepen dat ik nu met €130 voor een week moet kunnen. Dat is €18,5 per dag. Dus het is haast een besparing van 40-50% wat we minder kunnen consumeren deze week. Een van de verschillen waar wij ons nog moeilijk in kunnen verplaatsen is dat wij het slechts voor een week doen. Terwijl mensen die in armoede verkeren of een minder gevulde portemonnee hebben, daar een veel langere periode in zitten. En het leek ons een creatieve manier om ervoor te zorgen dat mensen zelf gingen ervaren hoe het is om tijdelijk met weinig geld rond te komen. Nou, ik heb het natuurlijk besproken met ons gezin. En in eerste instantie is het van, het is misschien wel oké, maar ik wil wel graag dit of dit kunnen. Dus de een die wil wel graag kwark blijven eten en de ander die wil toch graag een snoepje kunnen pakken. En tegelijkertijd hebben ze ook wel sympathie voor het experiment dat ze zeggen van ja, eigenlijk is het ook wel mooi om ons gewoon een keer proberen te verplaatsen in de mensen die het minder hebben. 12 oktober vindt er een talkshow plaats waarin deelnemers, experts en ervaringsdeskundigen bespreken hoe het is om met weinig geld te leven. Zodat ook in de hele samenleving in deze gemeente daarover gesproken gaat worden. En dat de gemeente daar misschien nog bepaalde dingen hun beleid op kan aanpassen. En ik denk ook mensen die het taboe willen doorbreken over hoe het is om met een klein inkomen rond te komen.